Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier weer een heel leuk idee met orbiesparels. Misschien hebben jullie wel de video gezien van ons waarin we deze orbieslamp hebben gemaakt. En zo'n gelijkwaardige lamp ga ik vandaag zelf maken, dus geen echte lamp. Maar ik ga ook iets heel erg leuks doen, wat licht geeft in het donker. En daarvoor heb ik een lege waterfles, die heb ik gevuld met kraanwater. Dan heb ik hier nog UV Body Paint. Die is wateroplosbaar en die geeft heel mooi licht. Als je daarmee op schijnt met een UV-zaklamp, dan zie je dat de kleur echt licht geeft. Ik heb de kleur geel gekozen. En natuurlijk heb ik ook nog van die orbiesparels in mooie bonte kleuren. Ik heb hier een beetje UV-verf en die doe ik boven in mijn waterfles. En dat lost zich dan op in het water. Het kan natuurlijk zijn dat er eerst nog wat stukjes overblijven. Maar ik zal gewoon de fles eventjes dicht doen. Dus ik draai de dop erop. En dan ga ik heel goed schudden tot de verf opgelost is. Grotendeels is de verf nu opgelost. Maar als je even goed kijkt, zie je dat er nog een paar kleine deeltjes verf ronddrijven. Maar dat is helemaal niet erg. Dat ziet er nog interessanter uit. Dus het geeft niet als de verf nog een beetje blijft zitten. Het geeft alleen maar een mooi effect. Nu doe ik de fles weer open. En hier zo komen dan de orbiesparels. Het beste is om nog een beetje plakband erop te doen, zodat niemand op het idee komt om ervan te drinken. Het ziet er namelijk een beetje uit als limonade. En zo kan het water gewoon goed erin blijven, dus je weet zeker dat die goed dicht zit. En als je dan ook nog plakband erop doet, dan zit dat helemaal goed en dan komt er waarschijnlijk geen water meer uit. En nu kun je dit een beetje schudden. En ik ga het nu eens even donker maken en dan gaan we kijken hoe het eruit ziet in het donker. Zo. Ik heb mezelf hier nu verstopt in een doos. En zo is het dus mooi donker. En misschien kunnen jullie het zien. Jullie zien de fles misschien een beetje. Nu ga ik de UV-zaklamp erbij halen. Oeh, wauw. Dat geeft helemaal licht. En dit ziet er echt super uit. Ik ga eens eventjes ermee schudden. Zodat je de orbiesparels ook goed kunt zien. Kunnen jullie ze zien? Ze zijn een beetje verdeeld. Er zitten er hier een paar en daar. Wow. Ik vind het echt super cool. Ook als je dan in het donker met die zaklamp op de fles schijnt. Misschien is dat ook wel leuk voor bij een slaapfeestje. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie vinden van deze instructies. Of jullie dit misschien na zouden maken. En misschien maken jullie nog wel iets anders in de fles. Wel echt oppassen, niet ervan drinken. Dat is echt niet de bedoeling. Ik ben echt onder de indruk hiervan. Wat vinden jullie ervan? Laat het allemaal maar weten in de reacties. En verder bekijk onze andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!